Het is ongelooflijk, jongens. Maar we zijn op dit moment weer onderweg naar Duitsland. We hebben natuurlijk een extra verkoopdag dit jaar. Omdat dus morgen voor jullie vandaag zondag valt, de 31ste. En dus zeiden we tegen elkaar van, weet je wat, we hebben vandaag een dag over. Shoppen Nederland is al online gekomen. Waarom gaan we niet gewoon nog even naar Duitsland toe? De Aldi, de Lidl. Want iedereen wil altijd zo snel mogelijk zijn vuurwerk in huis hebben. En af en toe krijgen we een reactie op Instagram bijvoorbeeld. Van ja, je moet gewoon die laatste dag gaan in de middag bijvoorbeeld. Want dan hebben ze gewoon ook nog gewoon alles. En dan kan je het gewoon uit de schappen pakken. Het is 9:30 AM. En over 1,5 uur komen we dus aan bij de eerste winkel. En we gaan ook eventjes naar Xpyro. Dat is ook een winkel die net over de grens zit. En die hebben gewoon Argento en weet ik veel wat. Dus niet alleen maar de Lidl en de Aldi en dat soort winkels gaan jullie zien in deze video. Maar we gaan allereerst eventjes naar die winkel, Xpyro. Want die hebben wel echt zieke blokken. Het bord Duitsland. Daarachter zie ik politie. Serieus? Ja, er staat een politiebusje daar. Nee, toch? Oh, dat is ook een politiekantoor hier. Oh ja, dat is voor vroeger. Kijk, dit is de grensovergang. Er staat geen ene pepernoot hier. Dus ja, geen grenscontrole. Althans, we zagen natuurlijk wel in de vorige verkoopdagen, de 28e eergisteren, zagen we dat er meerdere mensen van de weg zijn geplukt. Maar nu geen politie te zien. Het is ook nog erg vroeg. Althans, we waren eergisteren veel vroeger. Check dit, jongens. Xpyro dus. Zo, grote shop. Ze hadden zelfs nog meer ruimte, gek. Kijk hoe ziek dit is. Pijlen liggen hier gewoon dat je het zelf kan pakken. Helaas mogen ze dus niet in Nederland. Salutraketen. Funken. Hallo. Alles goed? Alles goed, bij jou? Ketso? Ja, ah, jongens, kijk dan, hier heb je dus ook Funke. Mooi hè, deze. Helaas, in onze regio bijna niet meer te verkrijgen, jongens. Hier zien we gewoon wel nog Funke. Zo. Eigenlijk moeten we die even meenemen voor het idee, toch? Red Blue, inderdaad. Meenemen? Hoe duur zijn ze dan? 11 euro. Dan hebben we al Funke ertussen. Wel Funke, inderdaad. Gewoon doen? En je daarom even. Ik moet je zeggen, het is echt een hele sfeervolle winkel. Yes, jongens, jullie zien het. We hebben eventjes netjes wat van Funke gehaald hier zo. Nee joh. Maar goed, wij zijn in ieder geval heel blij met überhaupt Funke wat we hebben. Dus dat is super nice. Kleine cakes van Funke ook. En ik zeg je heel eerlijk, we moesten en zouden, zeiden we tegen elkaar, Funke hebben dit jaar. Toch wel gelukt. We hebben dus de Scala gehaald. De rest was al weg. De volgende winkel, wat ik net al zei. Aldi Sut. Ja, ik ben heel erg benieuwd, want we hebben net al verhalen gehoord van gasten bij Xpyro. Dat hier alles al uitverkocht schijnt te zijn. Ah, daar gaan we zo uit achterkomen. Er staat gewoon rustig een elektriciteitsmast hier midden op de parkeerplaats. Ja, het boeit ze allemaal veel minder in Duitsland natuurlijk. Maar ik heb ook wel het gevoel dat er weinig is. Want mensen zijn echt nog haastig op zoek naar vuurwerk. En ja, alle Nederlanders hebben overal alles weggekocht. Dit is het enige wat er nog ligt, jongens. Dit is gewoon het enige. Triest, hè? Gelukkig. Er is nog één wat. 103 shots. Ja, maar deze liggen er niet voor niks nog. Pearl waarschijnlijk. Hier, Parsifal. Ik zei het toch, die wilde je nog bijna halen. Dat was een hele snelle winkelbezoek. En wij hoeven ook niet meer in de buurt te kijken. Ja, want er zeiden hier ook mensen dat ze alle winkels zijn afgegaan. Waaronder Kaufland, Penny. Dus ik denk dat we even een half uur tot een uur verder moeten rijden. Ja, en het schijnt ook zo te zijn, want dat hoorden we dus gisteren in de Nederlandse winkels, dat het tot Dortmund allemaal is uitverkocht. Dus als er mensen zijn die zeggen, ja, je moet lekker pas de laatste dag gaan, dan heb je lekker rustig. Ja, dat heb je inderdaad, want er is niks. Ja, ook geen enkele Nederlandse kenteken gezien hier zo bij de Aldi. Dus gewoon weer de normale dagen zijn hier gewoon weer aangebroken. Een volgende Aldi. En hier zien we de Edeka. Zelf nog nooit binnen geweest. Maar hier hebben ze dus ook ieder jaar vuurwerk. Dus laten we maar gaan kijken of dat zo is. En of misschien deze Aldi heeft. We zijn ongeveer 10 minuten verder gereden. Het zal wel niet. Het is te hopen. Maar niet proberen weten we het ook niet. Nou, zo te zien is dit nog het enige, jongens. Dit blok. 140 euro. Wat zien we aan de achterkant? Oh, wat kleine cakejes nog. Van die hele kleine dingen. Oh, hallo.
Maar zo te zien is echt alles uitverkocht in Duitsland bij de winkels. Al die jongens, hier zullen ze ook wel niks hebben. Kijk, hier hebben ze wel wat meer inderdaad. Waaronder ook de Galaxy. Ja, dit is ook geen mis. Het is allemaal meer. Nee? Ja, ze hebben wel iets. Kijk maar. De Galaxy. Pakken uit de schappen hier. De volgende is de Lidl. Het is hier heel erg rustig. Dat tot nu toe heeft dat nog niet veel goeds gebracht. Nee. Want waar veel drukte was, het was veel Nederlanders, laat ik het zo zeggen, was ook veel vuurwerk. Ik zie één Nederlandse kenteken. Nou, laten we hopen dat... Ja, even snel hierheen, want... Uiteindelijk gaan we weer verder, denk ik. Blijf me overnieuwen, ja, dit zou wel heel raar schap zijn. Hier. Ik wil een effing muntje. Brust, het ligt goed daar. Ja, dat is toch vanwege vuurwerk? Hier, kijk, die tubes liggen hier. En dit is nog het enige wat er van over is. Ze hadden hier wel veel, volgens mij. Zo te zien wel, ja. Beide kanten schappen. Want dit is dus het enige wat je nog op de laatste verkoopdag kan krijgen, jongens. Maar goed, dit is de eerste Lidl waar we komen. Jullie zien het, we gaan op dit moment de parkeergarage in van de Kaufland. Volgende kans om te kijken of er vuurwerk ligt. Het is wel een hele grote en ongeveer 50 minuten dieper Duitsland inrijden. En we zien geen Nederlandse kentekens, dus hopelijk hier meer succes. Nou, hier hebben ze dus alles nog, althans alles. Ze hebben hier veel meer dan wat we al hebben gezien. Check dit. Allemaal cakes. De Vision ook. Dus ik denk dat de Lidl hier ook wel wat heeft nog, man. Ja, ik denk het wel. We zitten natuurlijk dieper in Duitsland. Pyro Passion, jongens. Categorie 1 vuurwerk. Dus de laatste verkoopdag heeft deze Kaufland wel. Dieper in Duitsland. Hebben ze dus alles liggen. Je kan het zo pakken. Dit is nog de laatste pallet die is geleverd. Alles op. Ja? Is de alles... laatste? Ja. Echt? En dit, hè, aan deze kant. Weet je wat kost die deze? Ja, hier staat alles. Ja. We kijken daar. Jullie ook uit Nederland voor het... Ja. Jullie hebben net kunnen zien, jongens. We zijn nu bij Kleve trouwens. Ja, daar gaan we ook niet kijken, want het heeft gewoon geen zin meer helaas. Ik had nooit verwacht dat op de laatste verkoopdag... Helemaal geen leveringen meer komen. Ja, want het zijn dus dit jaar 3 verkoopdagen. Maar eigenlijk maar 2, want vandaag... Ja. Er wordt echt zelden wat verkocht, althans niet bij de grensstreken, ja. Laat ik het zo zeggen. Het is echt bizar. En we zijn echt gewoon een dik 50 minuten Duitsland in en er is gewoon niks. Nee, en we hebben, zoals ik eigenlijk ook al net zei, we hebben heel veel Lidl's zijn we naar binnen gegaan om te kijken of Aldi's, of ze nog wat hadden. En sommige hebben we niet eens gefilmd, omdat ja, er stond er één schap met wat sterretjes of wat. Ja, het is ook niet leuk en interessant voor jullie om heel de tijd te zien dat we toch niks hebben. Ja. Want jullie worden ook niet vrolijk van 6 Lidl's te zien waar toch niks is. Ja, het meeste zagen we nog bij die Kaufland, man. Ja, die Kaufland had wel wat leuke dingetjes, maar ja, het was nou niet dat je zegt, goh, hiervoor ga ik naar Duitsland. Nee, maar hetgeen wat me wel opvalt was, bij Kaufland had je weer wat minder artikelen met Nederlandse tekst erop en dat is dan toch tricky. Klopt, ja, we hebben nu ook echt maar letterlijk 15 kilo achter. Oh, dat is de eerste pot al. Hey, mag ik weer een foto? Tuurlijk. Kijk jongens, Koningsdal. Jordi gaat alvast naar binnen. Nou, er wordt nog even wat ingevuld. Want onder andere geelpotjes willen we. Salut 36 twee keer doen? Salut 36? Salut cake, 36 shots. 15 euro. Helemaal goed. Yes. Hey, zo, dat hebben we ook weer binnen. Mooi toch? Mooi toch. Salutblokje 42. Ik weet niet waarom het zo'n raar getal is, maar het zal. Ja, we hebben ook Red Bulletjes gehaald. Tweemaal Gillers. Giller 200. Ja. Leuke dingen, man. En dat was hem weer. Door naar de volgende. Ik heb jullie reactie massaal gezien. We zijn natuurlijk naar Duitsland geweest. En die geelpotjes die we bij Kaufland hadden gehaald, dat waren geen geelpotjes. Nee. Ja, toch? En dat klopt inderdaad. Jullie hadden die reacties al gezet. Alleen wij wisten dat al voordat we thuis kwamen. En wat hebben we net gedaan? We hebben die geelpotjes even teruggereld bij de Kaufland. Daardoor hebben we weer 30 euro teruggekregen. Want we gingen toch naar Duitsland, weet je wel. En daarvan hebben we nu echte geelpotjes gehaald. Onderweg richting Delft
kwamen we ineens nog een vuurwerkwinkel tegen. XL vuurwerk of zo. Dus een soort wat boerderij met een tent. Laten we maar even kijken. Voornamelijk Zena zag ik al. Ja man, kijk, voel ik gek. Veel Zena producten hier. Deze hebben we ook ooit gehad, heel karton van Zena. Check dit blok ook. Wat een prijs, hè, goos. Check dit. Wow. Wel een gezellige winkel op zich. Dat was weer wederom een vuurwerkwinkel. Moet je zeggen dat deze vuurwerkwinkel zat eerder een beetje op de route richting Delft, vanuit waar we vandaan kwamen. Ik vond het niet heel veel aan hier, maar het was gewoon even mooi meegenomen in de sfeer. Koningsdal was wel een hele sfeervolle winkel, maar inderdaad, wat de cameraman ook zegt, heel veel chaos. Dit was gewoon een leuke sfeer, goed ingericht, gratis oliebollen, wat wil je nog meer? Dit was in ieder geval de video voor vandaag, jongens. Een gewone vlog eigenlijk over wat we vandaag gedaan hebben, want jullie zien het al, achter mij en naast mij. Het is buiten al donker en we waren vanochtend al 9 uur of zo op stap. Dus dat betekent dat we wederom een hele dag voor jullie hebben laten zien. Begonnen met Duitsland, daarna wat Nederlandse winkels. En straks gaan we nog livestreamen ook. Thanks in ieder geval voor het kijken, jongens. Toch nog een video, ondanks dat ik de laatste keer had gezegd dat dat de laatste video was. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet allemaal op het belletje te drukken voor de compilatie, jongens. Want morgen rond 12 uur 's middags, misschien iets later, zal de compilatie van Oud en Nieuw online komen van ons. Thanks voor het kijken. Fijne jaarwisseling. Stook ze. En ik zie jullie allemaal morgen bij de compilatie. Later.